Ja, heren, Nezen versus Sabapti 0-1. Ja, ik denk voor de neutrale supporter een propagandawedstrijd. Heel bitsig, heel veel doelpunten. Voetbal over en weer. Vandaag valt het geluk aan de zijde van Hasselt. Ik moet hun feliciteren op de manier waarop zij zich vandaag hier hebben gepresenteerd. Dimi, deze wedstrijd verdiende geen winnaar. Nee, klopt eigenlijk. Antwerpen was zeer goed ook vandaag, vond ik. Ze hadden ook heel veel kansen. En wel mogen zoals van geluk spreken dat wij vandaag winnen. Natuurlijk, vooral bij ons was het op karakter vooral. En vooral karakter heeft deze wedstrijd goed geloond. En de overwinning is voor ons vandaag. Dus. Dat is toch wel een goed gevoel, denk ik. Hè? Ja, zeker. Hier op Troy komen winnen. Natuurlijk is dat een goed gevoel. Tegen een van de beste ploegen, of al niet de beste ploeg van België, kunnen winnen, dat is zeer goed. Het goede nieuws komt misschien uit Halle-Goijk, want die spelen maar 3-3 tegen FC Charleroi. Dus dat betekent in al wedstrijd, dan kom je denk ik nog op de eerste plaats te staan. Dat klopt. Ik denk dat we daar op gelijke punten bij Halle-Goijk komen te staan. En hopelijk op doelpuntensaldo op die eerste plek. En hopelijk kunnen wij die dan ook behouden. En zal ik het maar anderhalve maand, twee maanden moeten aanhoren dat ze hier zijn komen winnen. En dan krijgen we in mei een herkansing in de play-offs. Hij had je verwittigd, hè? Hasselt kwam eraan, hè? Hasselt kwam eraan, ja, dat klopt. Ze waren al onderweg sinds vrijdag. Maar ik moet ze feliciteren met deze overwinning. Het was een wedstrijd die beide kanten kon uitgaan. En, vandaag wint Hasselt hier. Maar voor ons, wij moeten ons gewoon volgende week herpakken van onze fouten leren en proberen op die eerste plaats te eindigen.